وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة برودا سنزستس Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Hoe ga je om met Allah subhanahu wa ta'ala? Dagelijks bezoeken wij verschillende plekken en betreden wij verschillende gebouwen. Ons huis, het gebouw waar wij werken, het winkelcentrum, het huis van onze opa's en oma's. Maar van welke plek hou jij het meest? De plek waar wij het meest van houden is de plek Waar Allah subhanahu wa ta'ala het meest van houdt. Het is het huis van Allah subhanahu wa ta'ala. De moskee van Allah subhanahu wa ta'ala. Wanneer jij het kantoor of paleis van een geweldige persoon betreedt, zullen er daar bepaalde regels gelden voor de omgang met die persoon. Zo gelden er ook voor de omgang met de koningen en diplomaten bepaalde regels. En aan Allah subhanahu wa ta'ala. Behoren de meest verheven eigenschappen. Het betreden van een moskee kent bepaalde regels, betekenissen en geheimen. Als je weet hoe je daarmee om moet gaan, zul je de moskee betreden met een ziel die verschilt van de ziel van degene die de moskee op een machinale, smakeloze en kleur, kleurloze manier betreden. Ze voelen niets jegens de moskeeën. Iemand die deze geheimen heeft leren kennen, zei. Ik betrad de moskee na deze geheimen over te hebben, waardoor het voelde alsof ik nooit eerder de moskee betreden heb. Dan dien je dus jezelf af te vragen, hoe ga je met Allah subhanahu wa ta'ala om, als je zijn huis betreedt. Ten, ten aanzien van deze omgang uh, dien jij ten eerste te weten waarom jij naar zijn huis subhanahu wa ta'ala gaat. En het antwoord hierop is. Onze Heer, subhanahu wa ta'ala, heeft de schepping voor slechts één doel geschapen. Namelijk om van hem te gaan houden. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, zegt. Of hij zei, rahimahullah. Allah heeft de ziel slechts geschapen om hem lief te hebben. En een geliefde verlangt naar zijn geliefde. Dus wij verlangen ook naar... De ontmoeting met Allah subhanahu wa ta'ala. En als hij zijn geliefde niet kan vinden, heeft hij de gewoonte om tenminste zijn huis op te zoeken en vervolgens te bezoeken. Majnoen, die van Leila bezeten was, zegt: Ik ga langs het huis van Leila en kus de muren. En het is niet de liefde voor het huis dat mijn hart vereert, maar de liefde voor degene, die het huis bewoont. En Allah subhanahu wa taala is degene die de harten heeft geschapen en weet dus het beste wat deze harten nodig hebben. Hij weet dus dat de schepsels die van Hem houden naar Hem verlangen subhanahu wa taala. Maar Allah subhanahu wa taala die zich boven de zevende hemel bevindt en zich in het wereldse van de schepping heeft afgeschermd met een sluier van licht heeft de ontmoeting met zijn dienaren uitgesteld tot de dag des oordeels. Allahu akbar. Maar Allah subhanahu wa taala weet dat het voor de gelovigen door hun extreme liefde voor Allah moeilijk is om tot de dag des oordeels te wachten. Wat beval Hij subhanahu wa taala dan om het voor hen te verlichten? Hij heeft op de aarde een huis laten bouwen dat aan Hem subhanahu wa taala toegeschreven wordt en het huis van Allah subhanahu wa taala wordt genoemd, oftewel de moskee van Allah subhanahu wa taala wordt genoemd. En net zoals de geliefde vaak het huis van zijn geliefde bezoekt, gaat de geliefde van Allah vijf keer per dag naar het huis van Allah vanwege zijn hevige liefde voor Allah subhanahu wa taala. En ook zodat hij wanneer hij voor Allah subhanahu wa taala tijdens die kleine ontmoeting staat de grote ontmoeting met zijn Heer in het hiernamaals gedenkt en Allah subhanahu wa taala heeft zijn dienaren en geliefden tot deze plek opgeroepen en werkelijk wie naar de moskee gaat bezoekt niet de muren en stenen maar Allah Allah de Ene de vergevingsgezinde de Profeet salallahu alaihi wasallam zei voorwaar Allah heeft jullie het gebed opgelegd dus wend jullie gezicht niet af Tijdens het gebed. Want Allah wendt zijn aangezicht naar het gezicht van zijn dienaar, zolang hij niet wegkijkt. Vandaag, vandaag de dag, willen we dat we op een andere manier naar de moskee gaan. En daarmee bedoelen we, vandaag gaan we daar veranderingen in brengen. Let, mij, let met mij ook op op deze omgang en de manier van de omgang. ...in hoe jij dient om te gaan met Allah subhanahu wa ta'ala... ...als jij zijn huis bezoekt. Normaal is het zo... ...dat als jij een dierbare onrecht aandoet... ...je hem een bericht stuurt... ...waarin jij je verontschuldigt. Is hij je heel dierbaar... ...dan bel je hem op. Maar als je veel meer van hem houdt... ...dan bezoek je hem thuis... ...en verontschuldig je je. Goed. Aan Allah subhanahu wa ta'ala... ...behoren de meest verheven eigenschappen. Alle zonen van Adam salam zijn zondaars. En de beste onder de zondaars zijn de berouwtonenden. Zoals ook de profeet Sallallahu wa sallam, heeft gezegd. Dus wanneer je naar de moskee gaat, probeer dan te voelen dat jij je voor je zondeswit wilt verontschuldigen. Je gaat naar Allah subhanahu wa ta'ala om zijn vergiffenis te vragen. Want Hij is immers de meest geliefde voor ons. Waar Ga je naar hem toe? En waar ga je je verontschuldigen? Binnen in zijn huis, subhanahu wa ta'ala. En wanneer een vrijgevige door een foutdoener thuis bezocht wordt, vergeeft hij hem ook meestal. En Allah, subhanahu wa ta'ala, is schaamtevol en vrijgevig. Hij schaamt zich van zijn dienaar als hij zijn handen tot hem heft en hij deze dan leeg en vergeefs terugstuurt. Als je naar Allah gaat, vraag hem dan om deze genade. Misschien zal hij daarna genade en geluk voor jou voorbeschikken, waarna geen enkele vorm van ellende zal plaatsvinden. Merk jij niet op dat jij bij het betreden van een moskee zegt: O oh Allah, open voor mij de deuren van uw barmhartigheid? Oorspronkelijk zal hij jou geëerd hebben als hij jou überhaupt zijn huis liet binnentreden. Net zoals jij niet zomaar iemand jouw huis laat binnenkomen, laat Allah subhanahu wa ta'ala ook niet zomaar iemand zijn huis binnentreden. Allah zei Allah dat jij zijn huis mocht betreden. Daarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala sommige mensen, waar hij niet van houdt, ontmoedigd van het vertrekken naar de moskeeën. Oftewel, ontmoedigd voor het bezoeken van deze moskeeën. Want hij keurde hun vertrek naar zijn huis af. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zei, maar Allah keurde hun vertrek af. Zodat Hij hen ontmoedigde en er werd gezegd: blijf thuis met de thuisblijvers. Willen wij thuis blijven met de thuisblijvers? Dat willen wij niet. En als je wil, vergelijk het aantal mensen dat rondom een aantal moskeeën woont. Met het aantal mensen dat de moskeeën binnentreedt. Dus als jij van Allah zijn huis, van Allah zijn huis mag betreden. Wees dan blij wanneer je naar Hem onderweg bent, want Hij verheugt zich met jou wanneer jij naar Hem toe gaat. De Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zei: Geen man bevolkt de moskee om daarin gedenkingen en het gebed te verrichten, zonder dat Allah zich met Hem verheugt. Net zoals de familie van een aanwezig familielid zich verheugt wanneer Hij tot hen terugkomt. Allah. Kijk, kijk subhanallah, wat een eer en gunst is dat voor degene die naar Allah subhanahu wa ta'ala gaat. Kijk hoe Allah subhanahu wa ta'ala hem eert en schenkt. Je zult geen geweldige behalve Allah subhanahu wa ta'ala vinden die jou op zo'n goede manier behandelt. En daarom hoort de mens zich tegenover zijn Heer te schamen. En de zaak stopt niet bij deze grens. Als jij namelijk het stadium bereikt waarin jouw hart aan de, mosk aan de moskee gehecht is. Geraakt zal Allah jou op de dag des oordeels onder de grootste schepsel in het heelal brengen. Allah subhanahu wa ta'ala beschreef hem als een edele, geweldige en glorierijke schepsel. Het is de troon van de Barmhartige. Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem geschapen en heeft zich vervolgens erop gezeteld. En hij beval de engelen om het te dragen. De troon is het dak van de schepselen. En de meest geweldige verheven en ruime schepsel. Met deze eigenschappen past de troon bij de barmhartige. Daarom zei Allah, de barmhartige die op de troon zetelt. Onder dit geweldige schepsel zal Allah subhanahu wa ta'ala jou brengen. Op de dag dat de zon het hoofd van de dienaren nadert. Dan, staan, dan sta jij, beste broeder en zuster, onder de beschuttende schaduw. De profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zei in deze welbekende hadith. Zeven, oftewel zeven soorten mensen, zal Allah beschaduwen met zijn schaduw op de dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve zijn schaduw. Een van hen is een man wiens hart aan de moskee gehecht is. Heb jij je ooit voorgesteld dat jij je onder de troon bevindt en naar hem kijkt, subhanahu wa ta'ala. Heb je gezien hoe dierbaar en kostbaar moskeeën zijn? Dit zal jou allemaal overkomen als je ook hieraan denkt. En ook jezelf eraan hecht. En merk het volgende verschil op. Sommige mensen zijn met hun harten aan moskeeën gehecht. Telkens als zij deze verlaten, denken ze eraan om ertoe terug te keren en sommige bidden in de moskeeën terwijl hun harten als het ware gehecht zijn aan de wereld en alles dat zich buiten de moskee bevindt. En de harten van de geliefde rechtschapenen fladderen als het ware, fladderden als het ware door de liefde voor de huizen van Allah subhanahu wa ta'ala. Ah ibn Khaytham zei: Het geluid van de vogel van de moskee houdt mij vaker gezelschap dan mijn familie. Betreed deze heilige plek niet, niet op een routinematige en gevoelloze manier, zonder alle gevoelens die we vermeld hebben op te roepen. Hoe wil je dat jouw hart al deze gevoelens gaat voelen, zonder dat jij beweert of zonder dat jij beweegt of dit gevoel over pijn te hebben? Verander jouw gevoelens jegens de moskee en dan zal jouw omgang met Allah subhanahu wa ta'ala veranderen als jij zijn huis betreedt. Vervolgens zie je dat jouw gebed in de moskee een totaal andere smaak heeft. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala onze harten, onze harten in zijn huizen op te wekken. Onze harten te doen leven en te doen hechten aan zijn huizen subhanahu wa ta'ala. In de volgende aflevering komt insha'Allah een nieuwe omgang aan bod en dan gaan we ons weer opnieuw afvragen hoe ga je om met Allah subhanahu wa taala. Ik zie jullie graag weer terug de volgende keer. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين